Over ruim een maand wordt Joe Biden geïnaugureerd als nieuwe president van Amerika. Wat betekent dat voor onze handelsrelatie? Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag wil dat we zo snel mogelijk bij Biden op de koffie gaan om het over de handel te hebben. Ja, wie moet er precies op de koffie en wanneer? Nou, het is misschien niet meteen bij Biden, maar we moeten vroeg gesprekken starten om te kijken hoe we die handelsrelatie opnieuw vorm kunnen geven. Zowel politiek als qua thema's. Nou, Biden zelf heeft klimaat heel centraal gesteld. De energietransitie. En hij wil ook de banden met Europa aanhalen. Nederland is goed voorgesorteerd. Sinds het vertrek van de Engelsen zoeken veel landen als Amerika ook naar zo'n eerste punt met wie je soort kunt bellen om te zeggen, hey, hoe kunnen we die relaties nog verbeteren? Ja. Want we hebben onder heel veel spanningen geleefd met veel tarieven, veel maatregelen die juist zijn aangekondigd in de periode Trump. En dat kan allemaal van tafel. Maar die nu ook nog zijn, hè, natuurlijk. Die zijn er nog. We hebben onlangs nog maatregelen, heffingen, juist tegen Amerika. Hè, heffingen op, wat is het, casinotafels, de pinda's. Ja. Het is wel een lekker welkomstcadeautje dan voor Joe Biden. Het is een lekker welkomstcadeautje. En niemand moet denken dat ook na 20 januari dat opeens alles verandert. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen agenda. Hij moet banen leveren. Hij moet de coronacrisis aanpakken. Maar handel en klimaat zijn zulke belangrijke punten voor hem dat daar heel veel aanknoping is om met Europa, Nederland in een voorportaal, juist slim samen op te trekken en dat anders vorm te geven. Dus ik zie een enorme kans om ook groen uit de coronacrisis te komen. Dat moeten de Amerikanen doen en dat willen wij ook doen. Maar zomaar zal hij die heffingen niet van tafel vegen natuurlijk. Want dit is iets wat al langer speelt, ook al onder Obama. Dit is niet nou, weet je, er zijn twee dingen die hier door elkaar lopen, denk ik. Er zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen op staal en aluminium. En die erkennen wij niet als Nederland, niet als EU. De maatregelen die jij noemde, dat zijn elkaars tarieven, die zijn opgelegd. Die komen voort uit een rechtszaak die speelde bij de Wereldhandelsorganisatie. Dus dat is eigenlijk een apart traject. Maar je kunt er politiek voor kiezen en daar gaan we ook aan werken. Ik trek samen op met de Fransen met name om te kijken, laten we die klok terugzetten. Waar willen we naartoe samen? Wat kunnen we doen? Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de bedreigingen en de gevaren die komen vanuit China. Ja. We kunnen veel beter samen optrekken. Dat is goed voor Nederland, goed voor de Verenigde Staten. En we kunnen daar slim mee omgaan als je kijkt naar de toekomst van de economie. Ja. Nou ja, of die handelsrelatie nou echt zo verslechterd is de afgelopen tijd onder Trump, dat betwijfelt Amerika-deskundige Koen Petersen. De handelsrelatie onder Trump was eigenlijk heel erg goed. Volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken is de Nederlandse export in de 2 jaar voor corona met 34% gestegen. Van een kleine 20 miljard naar ruim 27 miljard. En dat is eigenlijk een heel goed teken. En wat je zag onder Trump was dat vooral met belastingverlaging en minder regels bedrijven konden floreren en die economie konden aantrekken. Biden gelooft veel meer in een model waarbij de overheid bijvoorbeeld bruggen laat aanleggen, wegen laat aanleggen en op die manier bedrijven laat floreren. Dus belastinggeld investeren in de economie. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot economische groei. Ja. Ja, u zei aan het begin van de uitzending dat u echt wel verwacht dat wij ook echt geld, hè, knaken, kunnen verdienen als Biden aan de macht is. Terwijl we hier eigenlijk horen, ja, onder Trump ging dat dus hartstikke goed. Die maar het export gaat ook om 34% gestegen. Het gaat ook om gemiste kansen. Dus we hebben elkaar zo bevochten met tarieven, belemmeringen, met uitsluiten van markten, niet samen optrekken tegen China, dat als je het bredere handelsplaatje bekijkt, is er nog geld wat niet verdiend is, in plaats van geld wat wel verdiend kan worden. Ik denk dat het en-en is. En de politieke boodschap is een belangrijke. Als je samen op het klimaat kunt optrekken, liggen daar kansen voor Nederlandse bedrijven. Nou, van hier tot Tokio zou ik bijna zeggen. In Amerika, twee voorbeelden, willen ze de transportsector helemaal verbeteren. Nederlandse bedrijven zijn daar hartstikke goed in. Ze willen duurzame huizen bouwen. Nederlandse bedrijven hebben daar speciale kennis, technologie in. Dus het gaat met name om kansen voor de toekomst. Bent u ook zo hoopvol als mevrouw Kaag? Nou, ik denk, er lopen wel weer twee dingen door elkaar. Dat zei mevrouw Kaag, maar ik denk andere dingen. We moeten niet alleen kijken naar Trump en naar Biden. Nee. We moeten vooral kijken naar onszelf. Nederland leeft van de handel, maar ook Nederland, de Nederlandse handel, heeft een ontzettend zware klap gekregen van corona. Ja. We hebben tientallen, ik geloof 23 miljard handel dit jaar verloren door corona. Dus we moeten vooral bij onszelf blijven en zelf een plan hebben hoe we daar weer beter uitkomen. En heeft mevrouw Kaag daar goede plannen voor? Want het gaat natuurlijk vandaag in de Kamer ook juist over de begroting van het ministerie. Nou ja, wij vinden dus vooral dat je zelf heel goed moet kijken naar waar zitten de afhankelijkheden van Nederland en van Europa. Ik denk dat we, misschien kunnen we wel leren van
van Trump in dat je toch veel strenger moet zijn naar China, hè, die zich onterecht als ontwikkelingsland afficheert en daarom gewoon allerlei handelsvoordelen heeft. En we moeten vooral ook niet naïef zijn als wij bijvoorbeeld ontwikkelingshulp geven. Als je dat geeft aan Afrikaanse landen, zorg er dan voor dat je dat koppelt aan het Nederlandse bedrijfsleven. Je hebt er niks aan als je steun geeft aan landen in Afrika die vervolgens daarmee gaan shoppen in China. Dan ben je via een omweg nog steeds China aan het spekken. En bent u het daarmee eens? Nee, want de bedragen zijn gewoon te klein. Het gaat vaak om 2 tot 3 tot 4 miljoen euro per jaar. Die geven we aan kleine organisaties. Ik zou ook wel 3 of 4 miljoen op rekening nemen. Want de Chinezen die investeren miljarden in die landen tegen hele goedkope leningen. En we hebben onszelf als Europa achterop gesteld. Wat de Afrikaanse landen willen is handelsdrijven. Wat wij doen met onze ontwikkelingsgelden, dat gaat naar de VN, gaat via de Wereldbank en het gaat via Nederlandse NGO's. Het gaat niet naar regeringen, dus die kunnen er niet mee shoppen. Het gaat om meneer de armste Harbers, mensen. Ja, maar ook de NGO's. Kijk, het is een makkelijk beeld, maar het is niet feitelijk gestoeld. Nee, maar kijk, dat is, mevrouw Kaag zegt nu, onze bijdrage is daar veel te klein voor. Dan denk ik, als je zo redeneert, dan hoef je ook niet iedere keer te knokken voor een groot ontwikkelingsbudget. Mark. Want het is altijd te klein. Maar het belangrijkste ook bij Amerika is, ik zou er niet op rekenen dat het nu allemaal Hosanna wordt bij Biden. Trump heeft inderdaad ook goed gedaan, maar als het gaat om de handel. Maar Biden, ik bedoel, verplaats je in die man, die heeft 71 miljoen Trump-stemmers die tevreden moet houden. Het stomste wat hij kan doen om het land verder te verdelen is al die maatregelen van Trump terugnemen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. We komen er straks vast.